Dit gebeurde donderdagmiddag op de parkeerplaats van de Aldi aan de Palmbrugweg in Ech. Omstanders filmen dat er brand is uitgebroken in de laadruimte van een bestelbus. En al snel griep het vuur om zich heen. En het duurt dan ook niet lang voordat de hele bestelbus in lichterlaaien staat. Als de brandweer ter plaatse is, is het leed eigenlijk al geschied. Het vuur werd vakkundig geblust door de spuitgasten uit Ech, maar de bestelbus is niet meer te redden. Volgens de bestuurder van de bestelbus logen er enkele scootmobiel-accu's achter in de laadruimte. Mogelijk het een van die accu's door een technische storing vlam gevat. De politie heeft tijdens het blussen de parkeerplaats afgesloten voor al het verkeer. De bestelbus is volledig verloren gegaan door de vlammen. Wie de brand in eigen neem is gewond geraakt.